ik ga de volgende spreker introduceren. Ik noem hem al even, Mark Hulst. Mark werkt bij Rijkswaterstaat, WVL, en heeft 20 jaar ervaring in de geotechniek en een groot deel daarvan ook op het gebied van waterkering. En in zijn huidige functie is hij dossierhouder macrostabiliteit, is hij verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling op het gebied van die macrostabiliteit. Mark, het woord is aan jou. Ja, dankjewel Henk. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Welkom van deze middag. En het eerste beeld is eigenlijk best wel veelzeggend. In 2018 exact dezelfde dijk, een primaire waterkering. Alleen dan 2 maanden later. En wat een verschil, zou je kunnen zeggen. Volgende dia graag, slide graag. Dit is een beetje het verhaallijn wat ik heb. Ik hou het wat hoog over, niet zo heel erg in detail als de vorige 2 sprekers. Er zit soms misschien qua onderwerpen wat overlap in. Maar en ook wel in de plaatjes die ik laat zien. Dus volgende slide. Actualiteit. Het klimaatrapport van IPCC is natuurlijk recentelijk binnengekomen. Meer weersextremen, dus droogte, maar ook neerslag. Zelf vind ik het plaatje in het midden, de streepjescode, nogal mooi en pakkend. Geeft direct weer van wat er aan de hand is. Het is wel over een eeuw, terwijl het plaatje rechtsboven gaat echt over de laatste 2000 jaar. Dus daar moet je even de schaal even wat anders hebben. Maar het geeft veel weer. Volgende dia graag. Actualiteit, natuurlijk ook Limburg. Ik weet niet of mensen of dat jullie misschien een bijdrage hebben geleverd aan deze wateroverlast, watersnood in Limburg. Iets waar we eigenlijk niet zo goed op hadden gerekend. Dus misschien heeft het wel impact. Volgende graag. Hoe zit het met de droogte nu binnen het BOI? BOI, het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium. Waar hebben we het eigenlijk even over? Nou, plaatjes die misschien ook al bij de vorige spreker wat langs zijn gegaan. Scheuren in de dijk. Gras, wat in één keer strogeel gaat worden. Inspectie. Dit zijn meer de regionale keringen. Volgende plaatje graag. En ik zelf heb ook bij Waterschap Hollandse Delta recentelijk nog gewerkt. En in 2018 werkte ik voor het waterschap. En toen kregen we ook die hele droge zomer. En toen zat meer de focus op het waterkwaliteit. Van hebben we nog genoeg water voor de landbouw en de vissen enzovoorts. En ook het zoutindringing. Maar we hadden eigenlijk niet zo heel veel, geen goed idee van wat doet het met de primaire waterkeringen. Hollandse Delta heeft ook vrij veel pacht met schapen. Dus zoals in het linkerplaatje. Dus wat gebeurt er nou op die primaire waterkeringen? Dus hebben we een droogteinspectie gehouden. Het was in juli, augustus. Veel mensen van Dijkwacht, Dijkleger waren op vakantie. Hoe gaan we dat organiseren? Nou, toen hebben we eigenlijk gezegd zo van, nou, we trommelen mensen van het waterschap zelf die op het op kantoor zitten. We hebben een eigen app ontwikkeld die heel simpel te bedienen is. En we sturen gewoon de mensen de primaire waterkeringen op, onze eigen mensen. En kijken van wat er nou precies aan de hand is. Foto's genomen,
aantal korte vragen ingevuld enzovoorts. En dat was real-time eigenlijk in het waterschapshuis van Hollandse Delta te volgen. Dus een unieke droogteinspectie die in ieder geval voor Hollandse Delta uniek is, hebben we gedaan. Dus dat op het vlak van primaire waterkeringen. Volgende. Andere ervaringen. Nou, er werd al aan gerefereerd. 2003 natuurlijk, Wilnis. Voor mij persoonlijk bekend als het enige echte falen wat toch wel redelijk rechtstreeks gelinkt kan zijn met fenomeen droogte. Ook in 2018 de wijken van kleibekleding bij een harde constructie, zeg maar die tegen de harde constructie aan zat bij de primaire waterkering. Ook nog wat na-eil-effecten van het wegzakken van een landbouwvoertuig op een regionale kering in oude scheuren vanuit 2018. En ook nog recent, Rijkswaterstaat is ook betrokken bij het Polders to Sea project. De Hedwige Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Daar hebben ze ook de primaire waterkering die daar overbodig is geworden, hebben ze gedeeltelijk of bij een stukje doorgegraven, weggegraven. En toen kwamen ze dus een diepe droogtescheur werd er ontdekt die niet hersteld was. Dus ja, dat soort ervaringen krijgen we. Volgende dia. Nou, hoe zit het nu eigenlijk in het BOI? Komt het woord droogte überhaupt nog voor in de drie bijlagen van de ministeriële regeling? Nou, antwoord is nee, als je gewoon op droogte zoekt. Dat is wel wat anders bij een leidraad toetsen op veiligheid regionale keringen. Daar komt droogte als fenomeen, maar ook als woord gewoon sowieso voor. En nou, voor het toetsen op macrostabiliteit is al even gerefereerd door Bart het zijdelings wegdrukken als zijnde een droogte scenario. Waar komen eigenlijk die verschillen in voor van dat bij primaire waterkeringen er eigenlijk helemaal niks in de huidige stukken staat over droogte en bij regionale keringen wel. Verschil in opbouw van de waterkering. Gewoon primaire waterkeringen vooral zand en klei. Dus terwijl regionale keringen zijn ook in bepaalde gebieden vooral opgebouwd uit, ook uit veen, dus extreem droogtegevoelig materiaal. De afmetingen, daar moet je vooral denken van, nou ja, een regionale kering is nou betrekkelijk klein qua afmeting, maar ook qua volume. Terwijl een primaire waterkering praat je echt over een dijkbasis van echt tientallen meters en ook qua hoogte veel meer. Dus echt een grote body. En heeft droogte dan zoveel effect op dat grotere geheel? Verschil in tijdstip van hydraulische belasting. Regionale keringen, vooral boezemkaders. Daar is eigenlijk de belasting continu zowat op het maximale, ook in die droogte situatie. Terwijl eigenlijk voor primaire waterkeringen het zodanig geldt van dat de maximale hydraulische belasting, maatgevend hoogwatercondities, dat dat eigenlijk niet in de droogte situatie voorkomt. Nou, er is altijd een uitzondering op de regel zoals we hoe we dit nu in deze zomer hebben gezien in Limburg, dat door extreme neerslag de primaire waterkeringen
in Limburg en de rest van Nederland toch wat, wat meer werk moesten verrichten. Dus het gaat niet helemaal op, maar dat was tot nu toe zeg maar het beeld, het denkbeeld. Ik kan wel zeggen van dat bij de berekening van hydraulische belastingen voor primaire waterkeringen dien je of kan je een klimaatscenario aangeven. Dus je kan een klimaatscenario aangeven waarin droogte of extreme een wat belangrijke rol spelen. Dus ja, zeer direct is het dan wel meegenomen. Volgende. Hoe werkt het droogte door in vaanpaden in de beoordeling? Ik focus hier even wat meer op macrostabiliteit en bekledingen. Omdat op zich de hoogte van de kruin door krimp zodanig beperkt is van dat het eigenlijk niet een maatgevende situatie kan zijn. Macrostabiliteit ga ik nu even over. Droogte creëert krimpscheuren in de klei of in de bekleding. En daardoor kan water in de dijkkern infiltreren, zowel bij neerslag of dat er overslag plaatsvindt, overloop, overslag. En, maar dan is het dus wel even zo van dat de dat we ervan uitgaan dat dan de scheuren toch in het gesloten seizoen nog open zijn, aanwezig zijn, om het water überhaupt in die dijkkern te kunnen laten komen. Daarnaast creëert droogte ook zuigspanningen in het dijklichaam. Dus dat is eigenlijk een positief effect, sterkte. Een extra sterkte genereert het. Maar wat we ook een beetje zien is toch dat in die nattere periodes dat toch die zuigspanningen afnemen en soms eventueel tot nul reduceren. Dus in hoeverre kan je dat dan weer meenemen? Er vindt op dit moment kennisontwikkeling plaats over de onverzadigde zon in primaire waterkeringen. Een monitoringsproject. Die twee punten daarboven, die kan je eigenlijk in de faalpadanalyse die bij primaire waterkeringen, vooral nu in zwang komt, gebruiken om als knopen in dat faalpad zeg maar mee te nemen, indien er natuurlijk sprake is van die gebeurtenissen. Net gaf Maurice ook aan dat de oriëntering ook van de dijk belangrijk is. Dus je zou dus bijvoorbeeld als knoop kunnen zetten van oriëntering bevordert droogte. Dus ook eventueel krimpscheuren kan je erin zetten. Dan nog even een, omdat we tenslotte voor het PUW zijn en ook inspectie is een belangrijk tool om die aanwezigheid van die droogtescheuren te detecteren en dus ook een belangrijk instrument wat gebruikt kan worden om als een soort ogen en oren van het waterschap of van de waterkeringbeheerder om die scheuren te kunnen detecteren. Volgende graag. De bekledingen. Droogte heeft effect op gras en de grasbekleding. Maurice heeft daar net ook al wat over gezegd. Van dat bepaalde effecten heeft. En wellicht ook in verandering van de soort vegetatie die erop staat. Natuurlijk weer die krimpscheuren in de kleibekleding. En droogte, eigenlijk dan warmte, wellicht ook wat effect op asfalt. Dat het meer plastisch wordt, gewoon door de verhitting, de warmte ervan. Die effecten. Of die aspecten kunnen ook weer in die knopen, in dat faalpad
terechtkomen. Hier is inspectie natuurlijk ook weer een belangrijke rol. Voor een belangrijke rol weggelegd voor inspectie om die scheuren te kijken en wat het effect op gras en grasbekleding heeft. Ook beheer en onderhoud van wil je bij droogte, wil je dan het gras maaien of wil je het laten staan? Als je maait, moet het dan weggehaald worden of juist net niet? Zodat het een soort afdekkende deken wordt, zodat daaronder het niet zo warm kan worden of de zonnestralen niet direct kunnen optreden. En bijvoorbeeld ook wil je schapen op je primaire waterkering of op je waterkering hebben. En bijvoorbeeld ook van op welk moment moeten die schapen er afgehaald worden. Want ik heb begrepen dat schapen ook, zeg maar, niet alleen de blaadjes, maar ook het gras met wortel en al eruit trekken. Dus als dat gebeurt, dan, dan komt je gras helemaal niet meer op na de droogte. Volgende vraag. Nou kom ik even op welke kennisvragen geeft de droogte. Net had ik helemaal in het begin stond ook al de afkorting KVKR. Ik weet niet of iedereen weet wat dat is. Ik neem even een slokje. KVK, kennis voor keringen, staat dat. En dat is eigenlijk meer het kennisprogramma van Rijkswaterstaat WVL. Voor de oudgedienden of de mensen die wat langer in het vak zitten. Vroeger had je ook SPW, sterkte belasting en waterkeringen. Daar is eigenlijk KVK is daar eigenlijk een beetje de opvolger van. Het is eigenlijk zo van dat kennis die wordt vergaard of ontwikkeld. Middels dat programma van kennisverkeringen. En die kennis die vormt eigenlijk de input om in het programma van BOI, belasting, beoordeling, ontwerp, instrumentarium, om dat als input te functioneren. Dat is even de meer projectmatige lijn, zeg maar, van hoe kennis uiteindelijk in dat BOI terechtkomt. Kennisvragen die staan eigenlijk willekeurig genoemd. Daar heb ik geen prioriteringsslag of zo op gelegd. A en B is eigenlijk ook best wel een interessante vraag voor inspectie. Want als je inspecteert met de prikstok, kan je dan überhaupt ook een beetje van de diepte bijvoorbeeld goed inschatten. Zo'n scheur is niet natuurlijk een mooi recht iets. Gaat onder hoeken en dat soort dingen. Kan je dat gewoon überhaupt wel goed krijgen? Goed in je vingers krijgen met inspectie? En ook van, we hebben eigenlijk, denken we van dat die scheuren, dat die dus ook zich weer sluiten in een natte periode. Maar is dat wel zo? Wordt ook door de inspecties, zeg maar, als er eenmaal een scheur is geconstateerd, ook later nog een keertje gekeken van of die scheur zich weer heeft gesloten of niet. Dat zijn interessante vragen. C, de verandering van vegetatie op de dijk als gevolg van droogte, klimaatsverandering. Dat is ook een iets van ook het wortelstelsel, wordt het daardoor een dieper wortelstelsel, langer wortelstelsel of niet? D is natuurlijk een hele interessante vraag en ook een actuele vraag. Omdat we nu eigenlijk ervan uitgaan, Bart heeft er al wat over verteld, van dat we vooral bij primaire waterkeringen
ervan uitgaan van dat de maatgevende situatie in het gesloten seizoen plaatsvindt. Maar nu hebben we in Limburg gezien dat het ook in het open seizoen plaatsvindt. Met eventueel die scheuren die net ontstaan zijn en volledig openstaan. Dus hoe gebeurt dat? Nou, E is iets van wat we wat ook sowieso plaats moet vinden. Volgende slide. F, gasvorming. Nou, daar heeft Bart en ook een beetje Maurice misschien al wat over verteld. Is misschien wat meer relevanter voor regionale keringen, omdat de primaire waterkeringen zodanig groot en zwaar zijn van heeft gasvorming in die veenlagen onder de primaire waterkering, heeft dat echt effect. En ook die scheuren om dan geen sterkte toe te kennen aan de grondlaag. Is dat een realistische methode? Dat onderzoek van de sterkte onverzadigde zone laat toch ook weer een beetje zien van dat er in bepaalde periodes toch echt wel wat meer sterkte zit. Ook in die zone van waar die scheuren in zitten. Dus is het wel zo van dat je zo conservatief moet zijn van dat je er echt geen sterkte aan moet toekennen. Nou, daaronder staat even van een beetje een zichtlijn van qua tijd. Ja, zoals ik net ook al zei, kennisverkeringen is het begin. En dat wordt het input voor het BOI. Dus er gaan zeker jaren overheen eer dat kennis die uit deze vraag komt doorgeschoven wordt. Ik zelf vind vooral, moet ik even in mijn, in mijn blaadjes pieken, vooral onderwerp B, D en E. Best wel belangrijk, dus of die scheuren weer sluiten. En nou, hoe gedraagt een dijk zich, een primaire waterkering, met scheuren en, en hoogwater in de zomer? En ja, toch een beetje van dat we ook die effecten van droogte toch wel rekenkundig wel erin moeten zetten. Volgende, en dat is ook tevens mijn laatste. Dit is eigenlijk meer samenvattend van droogte voor primaire waterkeringen niet als aparte belasting, hydraulische belasting te beschouwen. Het heeft wel indirect effect, na-eil-effecten. Nou, je zag het ook even bij Bart, van dat toch ook die phreatische lijn pas in september, eind september, pas echt op zijn laagste punt zat. Nou, vooral het derde punt, de situatie van de scheuren in de zomer en hoogwater in de zomer gaat dat nu vaker voorkomen. Persoonlijke noot nog even als laatste van benieuwd naar de lessons learned van het hoogwater. De fysieke bijeenkomst van 16 september is gecanceld, maar daar komt dus een digitale kennisochtend voor. Dus daar gaat over die lessons learned van hoogwater in de zomer. Niet Limburg, maar ook andere punten. En ook de kennisdag is eigenlijk, de fysieke kennisdag is eigenlijk naar maart 2022 verschoven. En daar zal ook dieper worden ingegaan op het hoogwater van het zomer 2021. Dat was mijn verhaal. Mark, dankjewel. Duidelijk hoe droogte wel of niet is meegenomen in het wettelijke beoordelingsinstrument. Aantal vragen zag ik voorbij komen. En misschien maar als eerste even de geruststelling voor een van de vraagstellers. Dat jij niet van plan bent het faalmechanisme naar jezelf te vernoemen. Dat Mark O-stabiliteit een spelfout was. Oh,
lijkt me goed nieuws voor de betreffende vraagsteller dan in ieder geval. En er is één vraag gesteld en ik denk dat jij die gaandeweg jouw presentatie al een beetje beantwoord hebt. Maar dan misschien dat ik hem aan Bart en Maurice kan doorpassen. Het ging inderdaad over het kunnen ontstaan van scheuren en het al niet kunnen waarnemen daarvan. En dan is natuurlijk de belangrijke vraag, gaat zo'n scheur over de volledige lengte, breedte, hoe je het ook noemt, weer dicht? Of kan het best zijn dat je aan de oppervlakte dicht zwelt, bijvoorbeeld aan wat Bart heeft laten zien, hè, dat die verslagen zone, die wordt door regen wel weer nat, maar het grondwater blijft doorgaan. En dat je dus nog steeds een gescheurde dijk hebt, maar dat je er niks van ziet aan de oppervlakte. Bart, denk ik meer, en Maurice, hebben jullie daar een beeld van? En kunnen we jullie verstaan dan trouwens? Moet je even bij Mark misschien? Ik kan mijn microfoon aan Bart geven. Ja? Ik hoop dat niet al te veel stoort. Ik doe natuurlijk een beroep op de flexibiliteit van de organisatie nu realiseer ik me. Maar Bart, heb jij een idee? Hoe groot is de kans dat scheuren dicht zwellen aan de oppervlak, maar nog steeds het dijklichaam zelf wel droog is? Nou, als je net kijkt dus naar hoe bodemvocht ontwikkelt in de diepte, dan zie je dus wel dat als het weer begint te regenen, dat het vaak gewoon bovenin als eerste nat wordt. En onderin kan het nog droog zijn. Dus in die zin zou het kunnen zijn inderdaad dat je droogt of dat je scheuren kan hebben dieper in de dijk, terwijl je ze misschien bovenin niet waarneemt. Maar dat is eigenlijk puur gedacht vanuit het bodemvochtprofiel, niet vanuit het ontstaan of het gedrag van scheuren. Ik weet niet of Maurice daar... Nou, ik denk, dat heeft denk ik een stukje te maken met hoe homogeen is in de diepte het hele profiel. Kijk, wat je ziet aan de bovenkant is dat je vaak qua poriënverdeling daar vaak iets grotere poriën hebt zitten die natuurlijk sneller zich kunnen volzuigen met water als ik een neerslagperiode krijg. En als daar die lutumdeeltjes in zitten, gaan die eerder zwellen dan dat water dieper moet komen, waar je een hoger lutumpercentage hebt en waar je te maken hebt met hele fijne microporiën wat veel langer duurt voordat die zich helemaal tot dieper volgezogen hebben en daardoor weer helemaal gaan sluiten. Dus ik denk dat inderdaad de situatie zich kan voordoen dat je bovenin eerder sluiting hebt dan beneden. Ja, duidelijk. Ik heb het nooit gezien hoor, maar het kan me iets bij voorstellen. Ja, gewoon puur. Ja. Zo staat het per horizont, zoals jij dat gepresenteerd, kunnen verschillen. Oké, duidelijk. Wat mij betreft. En dan wil ik hier even de vragenronde naar aanleiding van een presentatie van Marke bij laten. We doen nu even 5 minuten pauze.